Unted Vips heeft maandagavond weer meer dan 1 miljoen kijkers gescoord. Zo'n 1,14 miljoen mensen keken naar het NPO 3-programma. De afgelopen weken waren dat er 1,12 miljoen en iets minder dan 1 miljoen, aldus Stichting Kijkonderzoek. Tekst gaat verder onder advertentie: het is voor het eerst dat BN'ers meedoen aan Unted. Zij moeten uit handen van een groep geoefende opsporingsdeskundigen blijven. De duo's waren bij de aftrap van het programma Mokro Mafia sterren, Bilal Wahid en Oussamaya Hamoud, actrices Birgit Schuurman en Faya Loerens, presentatoren Dennis Wening en Klaas van Eerden en model Kim Veestra en Hirem Loerens. De dochter van Faya. De best bekeken programma's van de avond waren het NOS-journaal van 20 uur op NPO 1, 2,73 miljoen, het NOS-journaal van 18 uur op NPO 1, 1,77 miljoen, het half 8 nieuws op RTL 4, 1,74 miljoen, Radar op NPO 1, 1,58 miljoen, en Vandaag op NPO 1, 1,56 miljoen. Het best bekeken SBS6-programma was maandagavond Familie Gilles, Massa is Kassa met 703.000 kijkers. Het programma Crimedesk op RTL 5, dat op 11 januari van start ging, ziet het aantal kijkers dalen. Bij de aftrap had het programma met Marieke Elsinga, John van den Heuvel en Nick van Welly nog 362.000 kijkers. Deze week waren dat er 224.000. Buzzelets Blokkade